Je kijkt naar de beelden van een bewakingscamera van een uitgaansgelegenheid op de Korenmarkt in Arnhem. Het opstootje heeft net plaatsgevonden en de getuige komt direct tussen beide partijen. Hij zorgt ervoor dat de dader niet meer naar het slachtoffer kan en andersom. Net nadat het slachtoffer gewond is geraakt, komt de getuige het beste in beeld. Vanwege zijn privacy is hij geblurred. Maar duidelijk is te zien dat hij krullen heeft en een Nike-shirt draagt. Wie weet wie deze man is? Amber, waarom is deze getuige zo belangrijk voor jullie? Omdat deze man bij de uitgang stond en daar ontstond dus dat opstootje. Op een gegeven moment haalde daar de ene man uit naar de ander. En die man die viel en raakte daarbij dus ook gewond. Nou, we hebben dit incident in onderzoek, maar we hebben nog wat onduidelijkheid over wat hier nou precies is gebeurd. En we hopen dat deze getuige ons meer duidelijkheid kan geven. We zijn dus op zoek naar een man met krullend haar. En hij droeg die nacht een t-shirt met op de achterzijde een groot Nike-logo. We hopen dat iedereen even goed naar deze foto wil kijken. En ook als je een idee hebt bij wie dit kan zijn, laat het ons dan weten. En stel nou, je ziet jezelf, maar je denkt dat je eigenlijk niks interessants hebt te melden. Ook dan willen we je toch vragen even contact met ons op te nemen via de tiplijn of door naar het bureau te komen. Want alle informatie in dit onderzoek kan ons helpen. Kijk nog één keer mee naar de beelden. Net na het opstootje komt de getuige tussen het slachtoffer en de verdachte in en hij haalt ze uit elkaar. De politie wil graag met hem spreken. Als je weet wie dit is of als je jezelf herkent, neem dan contact op. Dat kan via het gratis tipnummer 0800 60 70.